Ik ben Whitney, ik ben 16 jaar jong. Ik ging eerst naar school. Daar heb ik een vriendje ontmoet. Heeft gezegd dat hij van me houdt, dat hij me gaat verzorgen met mijn kindje. Ik ben Lucille, ik ben 19 jaar. Toen ik 17 jaar was, ontdekte ik dat ik in de verwachting was geraakt. Ik ben Remy Flu, ik ben 25 jaar oud en ik was 19 toen ik vader werd. Het is belangrijk dat de jeugd weet dat zij recht hebben op onder andere basisonderwijs, op gezonde levensstijl, voeding. En dat ze daar gebruik van maken en die verantwoordelijkheid een kind gewoon op zich nemen wanneer ze daar ready voor zijn. Het overgrootste deel van de meisjes die zich hier aanmelden, dat zijn ongeveer 250 jaarlijks, die hebben hun zwangerschap niet gepland. Dus de bedoeling is dat er wordt voorkomen dat ze voor de tweede keer ongepland in verwachting raken. En het allerbelangrijkste doel dat wij hebben hier bij het project School Leren Moeders is dat ze de school afronden. Later is mijn moeder naar het werk gegaan. Heb ik mijn opa hier zo gezien dat ik ga zwemmen met mijn vrienden. Toen ik ben gaan zwemmen, zodoende ben ik niet meer thuis gekomen. Ben ik in een hotel gegaan bij Boedeweg. Zodoende heb ik een vriendje daar gevonden. Heb ik mijn vriendje gezegd, dat was zonder condo doen. Heb ik gezegd, nee, met condo. Nee, als je zwanger bent geraakt, dan ga ik het voor het kind verzorgen. En zo heb ik deze meisje gehad. En toen ik heb gezegd dat die, ik ben zwanger van je geworden, heeft gezegd, nee. Er zijn moeders die door hun partner bijgestaan worden. Anderen worden in de steek gelaten omdat die vader naar alle waarschijnlijkheid schrikt van de mededeling dat hij vader wordt. Want die moeder, dat meisje, die heeft de gelegenheid om te wennen aan de gedachte dat ze moeder wordt. Maar op het moment dat die vader dat te horen krijgt, dan is het voor hem vaak genoeg een schrik. Ik heb gezegd, weet niet, alibi niet in long. Ze kwam papieren. Als je een papier hebt, je kan trouwens staan in een maatschappij. Toch? En toen heb ik hem gebeld. Ik heb gezegd, ik heb een meisje gekregen. We zei, mijn nooit niks aan hem hebben. Mijn man zorgen. Daar ben ik naar sociale zaken met haar gegaan. Sociale zaken heeft er een ding gegeven. Een dokterskaart. Dat krijg ik nu 200 SRD. 225. Maar het is echt niet goed. Het is niet genoeg om mijn kind te verzorgen. Want ik moet elke dag pampers kopen, babymelk. Want mijn meisje wil geen kraanwater drinken, alleen ongekochte water. Ik wou het niet zo. We hebben altijd mee betekend. Ik weet niet. Ik weet niet. Hij is zo. Ik ben een dat ik ben een bolibi. Ik ben een bolibi, want mijn lieve is een boompa. Ik ben een jongen, mijn laatste meisje. Ik ben een dat ik een bolibi. Ik heb niet anders dat ze verwaarloos. Ik heb gezegd aan mijn moeder, ik ga niet thuis zitten, laat ze me verzorgen met mijn kindje. Ga ik een baan zoeken. Ben ik naar de Chinese winkel gegaan, zodoende. Maar het is echt niet lekker om een Chinese winkel te krijgen. Te werken, want je verdient niks daar zo. Want ik verdien 400 SRD maar. Ongeplande zwangerschappen brengen vaak met zich teweeg dat je als vrouwspersoon in een bepaalde positie komt te zitten, vooral als je niet door je partner wordt bijgestaan of door anderen wordt bijgestaan, dat je financieel niet altijd rondkomt. Bij tienermoeders is het geval dat ze moeten combineren niet alleen zorgen voor hun kindje, maar ze moeten daarnaast ook nog proberen de school te combineren. Daarnaast zijn ze ook dochter van hun moeder of van hun ouders en ga zo maar voort. Ik kon het als ten eerste niet geloven. Had toen besloten om samen met mijn vriend daarover te praten. En mijn vriend had me gezegd dat ik het kon houden. En toen stond ik op mijn standpunt dat ik het ga blijven houden. En mijn moeder had het toen ontdekt. En ze zei me telkens om naar de dokter te gaan.
En ik weigerde haar. En ik zei dat van, nee, ik ga het houden. Ik ga het niet weghalen. Aan de andere kant was ik ook bang voor abortus plegen. Dus heb ik het maar gehouden. Ik zei daar, ik was aan het werk. Dat ding houdt me bezig en zo, iedere dag. Ik zei er, ik belde er op, Lucille, ga naar de dokter. Ik belde die vriend van die zusje op, praat met haar, laat ze naar de dokter gaan. Want ik dacht van, de school gaat eraan. Want allemaal gaan naar school en zij alleen. Je raakt achter, zei ik nog. En ik was niet eens. Ik zei van, nee, weghalen. Als het in de beginfase is dat de kinderen worden ontdekt en als het begin maanden van de school, dat wanneer de school begonnen is, dan gaan deze kinderen wel worden afgeschreven. En dat is in samenwerking met de inspectie dat we dat doen. Alsnog kunnen ze daarna weer worden ingeschreven, zij op dezelfde school of op een andere school. Is het bijvoorbeeld aan de laatste fase, dan praten we over de trend augustus, dat de tieners moeten worden ontdekt of juli, dan blijven ze wel hun lessen volgen. Toen werd het idee dat ik moest bevallen. Ja, ik kreeg weer. En ja, ik kan niet meer daarover praten, want het was geen leuke ervaring. Het is echt veel pijn, hè, die ik moest verdragen. De eerste dacht ik van, liever ga ik dood in plaats van... Ja, als je weer naar school gaat, moet je inspecties in de rij gaan staan, vroeg 's morgens in de ochtenduren met haar weggaan om een plaatsje te machtigen voor haar op een school. En zodoende heb ik haar weer op school kunnen krijgen. Die gap die ze kunnen hebben is omdat de meeste kinderen soms zijn aangelegd visueel. Ze moeten zien voordat ze wanneer ze de lessen volgen. Mis je dat, dan kan je hebben van hoe rond ik netjes af. Studeren met een kind is wel een beetje zwaar. Want als ik uit school kom, ben ik moe. Moet ik naar dat kind kijken. En soms heb ik nauwelijks tijd voor mijn studie. Het is zwaar voor haar en ik zeg haar ook altijd, als je had geluisterd, had je dit niet. Maar ik wil later in het onderwijs gaan om goed voor mijn kind te zorgen. Het zijn niet altijd tienervaders die de tienermoeders zwanger maken. Het zijn ook wel oudere mannen. Als ik zeg oudere mannen, dan heb ik het over manspersonen boven de 20 jaar. Een dagje hadden we geen voorbehoedsmiddelen. En toen zeiden we van, maar hoe gaan we het doen? De winkels zijn dicht en daar is het begonnen. We hebben omgang gekregen. Nou, ik had niet verwacht dat ze in de verwachting zou raken, dus in de eerste keer zonde. En zij was 17 toen ze dan in de verwachting raakte. Ja, ik ben dan keihard gaan werken omdat ik dan een kindje verwachtte. Technische school zat ik toen, kon ik niet. Ik kon het niet meer volgen, want dan moest ze naar de dokter, ze moest naar controle. En het was een beetje moeilijk voor haar om alleen te zijn in die situatie, want ze is dan met mij komen inwonen. Omdat dan de vader was niet een voorstander daarvan, van een zwangerschap, dus ja. Er zijn ook wel moeders die bijgestaan worden, niet alleen door de partner. Dan heb ik het dan niet per se over degene die de vader is van het kind. Niet alleen door de partner, maar ook door de familie van of de vader van het kind of de familie van de partner. Ik deed van alles, dus ik erven schoonmaken, mag niet uit auto's wassen, huis wassen, shutters schoonmaken. Dus overal en ergens zocht ik een job om te doen. Nu heb ik een besluit genomen dat ik met die huidige vriendin nu ga blijven. Ik heb met haar was ik ja, 3 maandjes zo. En toen is ze in de verwachting geraakt, dus ik heb diezelfde fout weer begaan. En ja, ik had gehoopt dat ik kon opbouwen, maar daar is het me weer niet gelukt. Als je zwanger bent en je krijgt een kind, dan draag je de verantwoordelijkheid van een kind. Dat betekent een kind let op een kind. En dat is iets dat we willen voorkomen. Het is dus daarom belangrijk dat je anticonceptiemiddelen gebruikt, condooms, de pil, om dit te voorkomen. En wanneer je volwassener bent, meer levenservaring hebt, dan kan je een family planning doen en de beslissing samen met je partner nemen om gezamenlijk een kind te krijgen en dan kan je die uitzetten.